Nou, daar zijn we weer. We zitten inmiddels op Schiphol in de lounge. We hebben net lekker een broodje gehaald. En mijn traditie is een biertje drinken op Schiphol. Kijk, daar is hij. Cheers! Ja, ik kan nou helaas niet mee proosten, maar aan jou de eer. Is het echt zo vies? En het inchecken en zo ging allemaal hartstikke snel. We hoefden geen enkel papiertje van wat we allemaal hebben moeten printen laten zien. Misschien dat het nog op Curaçao gaat gebeuren. Leuk! Zo, stoppen! Mag ik nu daar zitten? Ja? Yes! De duur van de vlucht. Daarna moesten we nog onze koffers best wel lang wachten. Toen nog een keer onze koffers laten checken. Dus al met al is het nu Nederlandse tijd 2:05 s'nachts. En Curaçao is het nu dan 5:08 natuurlijk. En we hebben nu deze huurauto. Een Kia Soluto. En dan gaan we nu even de navigatie instellen en dan het huisje rijden. We zijn eindelijk bij het huisje. Of appartement is het eigenlijk. Het is een beetje donker en we zijn helemaal gesloopt, dus we gaan even een koude douche, eventjes wat eten en dan lekker slapen. Dus ik ga morgen laten zien hoe het er hier allemaal uitziet, want het is echt, echt top. Slaap lekker. Goedemorgen, het is inmiddels alweer bijna 8:30. We waren om 5:30 al wakker. En het is hier 6 uur later dan in Nederland. Nee, 6 uur eerder dan in Nederland. Ik zal even laten zien waar we nou precies zitten. Dat is echt geweldig. Je komt dus hier binnen deze deur. Dit is de woonkamer. Je hebt hier rechts heb je nog een deel. Daar gaan we eigenlijk bijna niet komen. Met één slaapkamer, een wc, nog een slaapkamer. Hier is een inloopkast. We hebben alle kleren al uitgepakt. Hier heb je dan een badkamer, wc en douche. En hier is onze slaapkamer dan. En dan het beste deel eigenlijk buiten. Oh ja, de keuken nog. Ook heel belangrijk trouwens. Een keuken, lekker ruim. Met ijsblokjes, apparaat. En dan het uitzicht. Kijk, hoe mooi. En hier is het gezamenlijke zwembad van deze huisjes. We zijn ondertussen even aan het kijken naar appartementen en we zitten bij, hoe heet het ook alweer? Zanzibar. Kijk, hartstikke leuk. Ja, we gaan vandaag naar Mambo Beach. Het is nu 8:00 ochtends, we zijn al 2 uur wakker. Het heeft vannacht geregend. Het is nu ook nog een beetje bewolkt, dus hopelijk trekt het bij. Nou, waar zijn we? Cabana Beach. En waar moeten we nu zitten? We kunnen kiezen uit gewoon Cabana. Ja.
Aangesloten. En dit is dus, is het de hoofdweg? Ja. De hoofdweg is ook naar ons. Het is 9 uur en we gaan nu naar de antigeen-test. Oh, ik wil echt heel graag mijn neus snuiten. Nou, ik ook wel. Het gaat echt wel diep. Work it. Eten we weer eventjes lekker bij het huisje. Dat is niet helemaal volgens plan. We zaten dus op het strand. Gingen we voetbal kijken en toen werd ik ineens helemaal niet lekker. Ik dacht echt dat ik flauw ging vallen. Ik had het echt super warm en zweten en daarna hoofdpijn. Dus ik dacht, dit zou nog wel eens een zonnesteek kunnen zijn. Toen zijn we toch maar lekker naar huis gegaan. Het is niet zo smerig als die groot. Nou, we zitten nu bij Pirate Bay. We zijn hier nog niet geweest. We gaan even lunchen. We zijn net bij het nieuwe, onze nieuwe werkplek geweest. Hey vriend! Hi vriend! Zeg! Kunnen we niet aaien, maar... We zijn weer terug van het uit eten. Nou, we hebben natuurlijk mijn camera weer niet meegenomen. Maar we waren bij de buren. Dit gaat nu lekker op bed. Morgen gaan we vroeg op pad om alle andere strandjes langs te gaan. Ik heb net mijn snorkelmasker in elkaar gezet. En nu gaan we, als het goed is, even kijken of er iets is. Nou, we hebben gesnorkeld en dit is het resultaat.
natuurlijk wordt zij weer gebeten door een voetbal. Off-road. Nee, dit is niet eens off-road. Dit is de rood. Dit is de rood. Filmen van waar ooit het verlaten hotel stond. Ja. Santa Marta. Het heet de Sunset High, volgens mij, het hotel. Maar er staat dit. Dit staat er nog. Ja, dit was het. En hier stond echt een heel, heel groot hotel. En nu is het gewoon zonde, maar we kunnen er niet in kijken. Het schijnt de beste pizza ooit te zijn. Zelf gemaakt. En hier heb je nog knoflook, chilivlees en kaas. Oké, we hebben net gestopt in. Van hoe heet het hier? Playa Grande. Playa Grande. Hier heb je allemaal bootjes in het water. En daartussen zwemmen dus schildpadden. En die hebben we dus net gezien. Maar het was echt heel tof, alleen ik kon niet zo goed zwemmen met die flipper. Ik ga zo nog even terug en dan ga ik kijken naar die gekleurde vissen. Oké, ik heb net geleerd, hier staan manzilla bomen. En er zitten soort appeltjes in. En als dat naar beneden valt, dan krijg je brandwonden. Ja. Hier zijn ze dus ook rood geschilderd, omdat dat dus giftige bomen zijn. Ja, maar dat is, het is alleen als het regent. Oh, oké. Okay. Dan valt het gif naar beneden. Laten zien, maar dit ziet er ook hartstikke gezellig uit. En wat ben je weer aan het doen? Als echt bestellen, ja, eten. Want honger. Het is 7:30, dus we gaan over. Roetje, naar het vliegtuig. Ja, ik ben vandaag gechilled bij 6 tot een uurtje op 4. Gisteren heb ik ook heel erg op zand geleefd, dus niet echt meer interessant om te filmen. Goedemorgen.
zijn weer thuis en alles is al uitgepakt en gewassen. We gaan nu even het bed opmaken. Maar waar ben jij eigenlijk? Jezus. Hierbij wil ik de vlog afsluiten. De vakantie. Nee, de... In ieder geval, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video.